Julie, welkom bij VVV. Dank u wel. Waarom wilde je graag naar deze club komen? Nou, de club gaf me heel veel vertrouwen. En gewoon een warm gevoel. Dat mij de keuze heeft laten maken om naar hier te komen. Je zegt, ik voel veel vertrouwen. Wat ziet de club in jou? Ze zeggen, ja, of... Wat ze hebben gezegd is dat ik belangrijk kan zijn hier voor ze. En dat ze een hele goede groei in me zien. En dat ik via hier gewoon door kan groeien. Was het een moeilijke keuze om AZ te verruilen voor VVV? Nou, het was geen moeilijke keuze meer. Maar ergens deed het me nog wel gewoon pijn om AZ te gaan verlaten. Want ik heb daar 5,5 jaar gespeeld. En ze hebben me gewoon opgevangen toen ik weg was gestuurd bij Ajax. Dus waar ik nu ben heb ik wel echt te danken aan hun. Want waar ben je nu? Hoe sta je ervoor? Ja, ik ga lekker en ik ga goed. Dus nu kan ik doorgroeien hier bij VV Venlo. En dat heb ik ook gewoon dankzij hun te danken. Wat mogen de supporters van jou verwachten hier? Wat voor een speler ben je? De supporters hier? Nou, ik ben een speler die van risico houdt. En gewoon echt van mooi voetbal houdt. Dus ik wil de spelers om me heen meenemen in dit soort voetbal. In mooi voetbal. En ik hoop dat de fans daar ook graag naartoe willen kijken. En wat zijn je doelen hier in Venlo? Ja, groei voor mij is het belangrijkste. En ook het succes behalen met VV Venlo gewoon samen. En wie weet zullen we nog naar de Eredivisie gaan ook.